2004, toen zag ik Tiësto tijdens de Olympische Spelen draaien. Ja, toen in één keer kreeg ik een soort aanraking met elektronische muziek. En dat was toen trance. En vanaf toen ben ik het een beetje gaan luisteren. Heb ik mijn eerste DJ-set voor gaan sparen. Heb ik programma's op mijn computer geïnstalleerd waardoor ik mijn eigen muziek kon gaan maken. En ja, vanaf toen is eigenlijk langzaamaan alles wat serieuzer geworden. Ik zat op VWO, zeg maar, de school die je doet voordat je gaat studeren in Nederland. Alleen ik was zoveel aan shows aan het doen dat ik het gewoon niet redde om nog aan mijn school te zitten. En toen zat er een vriend van mij die zat hier en het schooljaar was al begonnen. Alleen toen heb ik een mailtje gestuurd van, joh, ik ben Martijn. Toen ben ik het eerste jaar begonnen en dat heb ik vorig jaar afgemaakt. En toen ben ik dit jaar in het derde jaar gestart, dus ik heb mijn tweede jaar overgeslagen. Welkom, leuk dat jullie allemaal weer zijn. We gaan het vandaag hebben over muziek onder reclame. Ja, deze school die support gewoon meer en beter wat ik aan het doen ben. Stel, ik ben op maandag echt helemaal kapot, zegt ze. Oké, weet je wat? Je hoeft maandag niet naar school. En op mijn oude school kon ik dat wel vergeten. De algemene vakken zijn er zeker. Alleen het is gewoon allemaal carrière gerelateerd. De opdracht van vandaag is maak hier je reclamemuziek onder. Vrijdag om 12 uur 's middags moet het klaar zijn. En dan wil ik het ingeleverd hebben in de Dropbox. Let's go! Ik heb ze net de introductie van gegeven. En ik heb tot vrijdag om het in te leveren. Maar ik moet hem eigenlijk vandaag af hebben, want ik ga morgen naar Suriname. Dus ik moet hem iets eerder inleveren dan de rest. Lekker. Dat klonk goed. Ik zit hier best wel vaak. Ik werk ook best wel veel thuis. Gelukkig bouwt de school zich goed om mijn huidige planning heen. En hier is gewoon echt bam, lege studio. Telefoon zet ik altijd uit en ik ga gewoon echt werken. Ik werk heel soms met een keyboard. Ik heb thuis een keyboard staan, alleen ik vind het intekenen van noten. Ik weet niet of jullie een close-up kunnen nemen. Wat ik zeg maar hier doe, dit is eigenlijk een keyboard. En wat ik hier inspeel zijn eigenlijk de noten die afgespeeld moeten worden. En iedereen werkt op zijn eigen manier. Sommige mensen vinden met een MIDI keyboard spelen lekkerder. Maar ik vind intekenen veel fijner. We gaan vandoor. Toch. Heb je moed met KRK? Je opdracht af? Nee, natuurlijk. Ik hoor het. Hè? Ik stuur hem snel. Voor volgende week. Oké. Okay. Doei, doei. Toch. We zijn nu bij het Spin-In Records kantoor van het label waarbij ik aangesloten ben. Ik moet voor een radioshow wat dingen opnemen. We moeten wat nieuwe tracks van mij gaan doornemen. Kijken wat er beter kan, wat er anders moet. Stel, het gaat minder met de muziek. Ik doe minder shows, krijg minder boekingsaanvragen. Dan wil ik als producer gaan werken volledig. Dus ook voor andere artiesten, voor pop-acts. Mijn zusje speelt viool en piano en die zingt. Mijn ma die speelt piano, mijn pa die speelt gitaar, ik zelf speel gitaar. En dus we zijn wel echt opgegroeid met muziek. En toen begon ik iets meer naar elektronische muziek te luisteren. En inmiddels luisteren mijn ouders er ook naar. Die geven ook tips op mijn tracks. Ik ben echt heel blij dat ze het ook zo supporten. Want voor hetzelfde geld zeiden ze toen ik 2 jaar geleden naar een andere school wou. Ze zeiden, je maakt gewoon een nieuwe school af. Dan houdt de toeren maar even op. School gaat voor. En hun zagen echt dat wat ik nu aan het doen ben, dat het echt is wat ik wou. Toen zei ze, weet je wat, ga gewoon, doe het gewoon lekker. En tot nu toe loont het alleen maar. Dat is superleuk.